Soms willen ze aandacht. Soms juist niet. Soms zijn ze nieuwsgierig, nieuwsgieriger of absoluut onweerstaanbaar. Dus soms willen ze vlees, knapperige brokjes, vis of melk. De ideale voeding voor elk moment van de dag. Al onze kennis over katten zit in onze maaltijden. Dus als het aan de kat lag, kocht ze Whiskas. Krijg jij er ook zo'n zin in? In glanzend satijnen blouses. Of met kraaltjes en applicaties. Zwarte wijde broeken met zilverdraad of crepe. Wat een mooie combinaties. Zou het allemaal kosten? Precies, dat is nou zo prettig. Ja, de feestweken bij CNA. Bel gratis Robeco Advies. 06-010-0. Een kat weet intuïtief wat het beste voor haar is. Vernieuw de Whiskas Cat Milk Plus. Minder lactose voor een betere spijsvertering. Meer taurine voor ogen en hart. Meer ijzer en vitamines. En veel lekkerder. Als het aan de kat lag, kocht ze Whiskas. Goedenavond, zometeen in Nova de actieleider van de boeren over de vraag hoe publieksvriendelijk hun acties zullen zijn. We zien ook hoe Nederlanders vastlopen in de Franse stakingen en hebben reportages over een Chinese satelliet die op de aarde te pletter dreigt te vallen en over vuurwerk dat behalve gevaarlijk ook heel erg mooi kan zijn. En natuurlijk het politieke nieuws uit Den Haag. En in het Sportjournaal kijken we natuurlijk uitgebreid terug op de wedstrijd die Ajax vanavond voor de Champions League speelde tegen Ferencváros uit Boedapest. Volop beelden hebben we ook verder van de eerste schaatsmarathon op natuurijs van dit seizoen. En die is vandaag in het Drentse Veenoord gereden. Maar eerst het laatste nieuws met collega Marga van Praag.